ze loopt nu gewoon met hem mee, dat is wel mooi. Luc en ik gaan vandaag op deze winderige dag ons kleine eigen onderzoekje doen naar straatintimidatie. Ja, want we hebben in Nederland eigenlijk best wel een probleem. Ik heb even wat onderzoeken erbij gehaald. En als je die bij elkaar veegt, dan komt erop neer dat 2 op de 3 vrouwen in Nederland last heeft van straatintimidatie. Ja, dat is heel veel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet heel veel last van heb. En dat kunnen 3 oorzaken zijn. Namelijk, ik ben altijd op de scooter. Dus voordat ze kunnen fluiten, roepen, gillen, ben ik al lang weg. Ja. 2 is, ik heb het niet door. Ja, dat kan ik me bij jou goed voorstellen. Ja. Of 3, ze motten me niet. Ik denk dat derde. En het is misschien goed om even te benoemen, wat is straatintimidatie nou precies? Het gaat dan dus niet om fysieke aanraking, dus om echt dat je geslagen wordt of betast wordt. Het gaat dan om dingen als nafluiten, naroepen, achtervolgen, iemand het gevoel geven dat je wat van hem wil, zeg maar. Of van haar wil in dit geval. Ja. Heb jij wel eens last gehad van straatintimidatie? Nou, nee, eigenlijk niet. En ik denk ook, ja, ik ken ook geen vrienden van mij die daar last van hebben gehad. Tuurlijk, er zijn absoluut mannen die hier wel eens mee te maken hebben. We moeten niet doen alsof het alleen maar bij vrouwen gebeurt. Maar het is wel echt heel veel vaker bij vrouwen. Dus ik ga vandaag eens kijken wat gebeurt er als we de rollen omdraaien. Ja. Kan ik mannen intimideren? Beetje achtervolgen. Ik heb een petje mee, dus dan ben ik denk ik wat cooler of zo. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Laten we naar het Vondelpark gaan. Ja, let's go. Ik heb nog nooit iemand nageroepen. Nee. Nee, en ik weet eigenlijk ook niet zo goed, ja, wat zeg je? Hé, hey, neuke! Kan je doen? Oké. Okay. Ik doe mijn intimidatiepet op. Ik ga op bankje zitten, ik wens jou heel succes. Oké, thanks! Zo, kon je ook, ik vind het spannend houden. Ik weet dat je het spannend vindt, maar daarom is het zo leuk. Ik vind het gewoon gênant ook. Liek, loop even naar deze 2 mensen aan de overkant. Die 2 mannen met die geruite. Hier, loop naar die mannen toe. Hi! Ik vroeg me af, willen jullie misschien mijn nummer of niet? Nee? Ze wilden niet mijn nummer. Nee, dat snap ik. Oh, Luc, je wil niet weten, ik sta te trillen. Ik denk dat Lieke de minst intimiderende teksten heeft die er zijn in deze wereld. Hé, hey, wat heb je een geil loopje, zeg. Oké, maar ik heb nog niet echt het idee, Lieke, dat mensen zich echt, zeg maar, geïntimideerd voelen door je. Okay. Hier, deze jongen met die tas. Hallo. Nee, niet hallo. Ja, nee. Je moet niet vriendelijk hallo zeggen. Je bent ze aan het intimideren. Je moet gewoon iets roepen in de trant van, hey, wat zie je er geil uit? Gewoon een soort van, hey, pst, hey. Ik had een error. Ik was even vergeten wat we aan het doen zijn, oké? Ja, hier. Liek, Dries Roefink komt eraan. Pak Dries Roefink. Wat loop je geil hard? Hé, hey, wat heb je geil hardloopje, zeg. Dat was toch iemand? Dat was Dries Roefink, schat. Wie? Dries Roefink, ja, Lieke die kent BN'ers niet. Oké, okay, Lieke, nieuwe locatie. We werden even helemaal nat geregend in het Vondelpark. Ja. En het ging ook niet zo heel goed. Vond je niet? Nee. Je was veel te lief. Je was een soort van, hey, hallo. Het gaat om intimidatie, hè? Dus je moet ook een beetje intimiderend zijn. Okay. Dus we gaan nu even een beetje druk erop zetten. Dus gewoon, ook als iemand niet reageert, nog een keertje vragen. Hey, hallo, hey, mag ik je nummer? Even erbovenop. Ja? Oké. Okay. En niet meer lief zijn. Ik ben niet meer lief. Oké. Okay, ah! Ik ga me weer verstoppen. Okay. Wij gaan elkaar weer bellen. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dat is goed. Bel me maar, schatje. Zie ik er intimiderend uit zo? Nee, je ziet er echt alles behalve intimiderend uit. Hier komt iemand aan. Ik ga er wel heen. Hi. Je bent echt knap. Ja, waar ga je heen? Ik moet even naar de kapper. Oh, mag ik misschien een nummer? Natuurlijk. Oh, echt? Top. Nou, dan geef ik je een belletje. Dit was gewoon, hey, wat ben je knap, mag ik je nummer? Dat is gewoon een compliment, dat is gewoon versieren. Oh ja, fuck. Gelijk even net iets te ver gaan. Niet met hey, maar gewoon, hey, pst, schatje. Hey, pst, waar gaan jullie heen dan? Mag ik niet mee? Nee. Hoezo niet? Hè? Jullie zien er goed uit, jongens. Heel goed, doorgaan. Waarom lopen jullie nou weg? Ik dacht even praten, toch? We moeten optreden. Oh, oké. Mag ik nog wat aan jullie vragen? Zoals? Toen ik jullie op deze manier benaderde. Hoe voelde dat? Gek. Ja? Ja. Kunnen jullie voorstellen dat bijvoorbeeld vrouwen dit heel vaak meemaken en dat dat super intimiderend kan zijn? Ja. Snap je dat? Ja. Dus dat gevoel kwam wel een beetje nu bij jullie naar boven. Doen jullie het zelf wel eens naar vrouwen? Op straat zo? Ja. Nee. Nee. Ah, dit was de eerste die goed was. Zij vonden het irritant, je ging er ook goed op door. Ja, ik vind het heel heftig. Ik vind het heftig dat je iemands leven zo binnenstapt. En je ziet, je zag ook aan die jongens, ze wilden weg, weet je wel. En dan blijf je, dat voelt niet heel chill. Nee, misschien eentje die in zijn eentje is. Hier, pak hem.
Kelly, we hebben een klein gelukje. Namelijk iemand van productie heeft het nummer van Dries Roefink. Ja, en die liep natuurlijk bij jou net langs. Ik heb hem natuurlijk flink staan intimideren. Nou, je zei toch zeker dat hij een geil hardloopje had. Maar goed, we gaan hem even bellen, kijken of hij reageert. Even FaceTime met mijn grote vriend. Dries Roefink. Je grote vriend Dries. Hij heeft hem genegeerd. Zou ik anders gewoon nog een appje sturen? Van hey Dries, ja, kan je dat. Me even terugbellen? Ik heb je net in het park geprobeerd te intimideren. Kan je me daarover terugbellen? PS, geil hardloopje. Ja. Met zo'n knipoog, weet je wel? Nou, cent. Als hij hier niet op reageert, dan weet ik het ook niet meer. Ah, dat dieper! Het is echt alsof ik met een crush aan het hebben ben. Hoezo vind je dit zo spannend? Dat is Dries Roefink. Oké, succes. Nou, we hebben wel een reactie. Ik heb hem wel geïntimideerd. En hij wenst ons succes. En hij wenst ons succes. Nou, thanks. Steek die maar in je broekzak. Voor de succes. Oké, nieuwe locatie. Kijk of ze hier nog even wat mannen kan lastigvallen. Hallo. Hi. Hallo. Oh, vind je dit zo lekker? Ga je lekker wandelen? Hey, waar ga je heen dan? Sorry. Waar ga je heen? Huis. Je hebt goede benen. Dankjewel. Top. Sorry. Nee, Niks, nee. Oh, nee hoor. Ze loopt hier gewoon met hem mee, dat is wel mooi. Voel je je nu geïntimideerd door mij? Ja, een beetje. Ja? Heb je dit vaker meegemaakt dat een vrouw jou zo benadert? Nee. Nee? Wordt helemaal ongemakkelijk. Ja, dat snap ik. Sorry. Excuses. Sorry. Deze jongen wist echt niet wat hem overkwam. Hij zei net, ik voel me echt wel een beetje geïntimideerd door je, dus dat is top. Oké, je voelde je dus geïntimideerd, maar wat zorgde ervoor dat het zo voelde voor je? Was het benaderen in het begin al of echt het nalopen? Ja, dat nalopen. Ik keek nog dat achter nalopen. Mezelf aan. Toen zag ik achter me aanlopen en dacht ik, dat is allemaal achter. Oké, doeg. Oh, maar je zag echt aan hem, hij was echt zeg maar ontdaan gewoon. Ja, ik denk dat het nu een goed idee is als je dat meelopen, want dat merkten we net. Dat maakte het creepy. En dan misschien terwijl je meeloopt nog zeggen van, hey, waar ga je heen? Oké. Hey, lekker kontje. Waarom zeg je niks? Waarom reageer je niet? Blijf even staan dan. Oké. Maar dat je begint met dat meelopen, want dat maakt het intimideren. Gauw kontje. Dichter erop. Dichter erop. Hé, waarom loop je weg? Dichter erop. Wacht even dan. Yo. Dichter erop. Waarom sta je niet even stil dan? Hé. Hey. Oké, sorry. Stop. Hoorde je me of niet? Wat, sorry? Hoorde je me? Nee. Je hebt niks gehoord van wat ik zei? Nee. Helemaal niks? Oké. Volgens mij was hij zo ontdaan dat hij gewoon heeft gelogen dat hij niks hoorde. Dat kan ook echt niet dat hij jou niet hoorde. Hij kan dit niet gehoord hebben. Nee, hij heeft je 100% gehoord. Hij was gewoon zo ontdaan ervan dat hij gewoon door is gelopen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook wel fucking intimiderend, hè? Hallo! Zo lekker! Oké, Liek, we zitten even op te warmen binnen. Hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het heel heftig. Je voelt je zo klein. En ik ben er ook niet achter waarom mannen dit zouden doen. Nee. Zeg maar, het is niet leuk. Het is voor niemand leuk. Maar we gaan wel nog één stapje verder. Ja. Nou, we hebben hier nog twee productiedames bij zitten. Mijn homies. Want jullie gaan nu met z'n drieën in de auto. Ja. En ja, gewoon mannen lastigvallen vanuit de auto. Ja, ik vind het heftig. Lekker bezig tot nu toe. Lekker bezig, pik. Wij gaan mannen intimideren vanuit de auto. Want ja, dat kennen wij vrouwen denk ik allemaal wel. Dat je over straat loopt en dat er ineens uit een auto drie mannen doen. Dus dat gaan wij ook doen. Hey, lekker ding. Ik moet niet zo lachen. Hé, waar ga je heen? Ik denk ook dat mannen hier gewoon een soort van niet op reageren, omdat ze niet gewend zijn. Wij hebben meteen van, oh, dit is voor mij bedoeld. Ja. Maar mannen hebben dat gewoon denk ik niet zo. Hey, hallo. Schatje. Schatje, ga je met ons mee? Sorry. Are you coming with us? Are you coming with us? Yes. Oh. Yes. Oké, nice. Hey, lekker kontje. Hé, hey, waar ga je heen? Naar je werk. Ziet er goed uit hoor, zo op de fiets. Ja? Ja. Ik moet er hier in. Oh, oké.
Oké, toevallig gedaan. Hey, dit was echt het slechtste intimidatiewerk dat ik ooit gezien heb van een groep vrouwen, dames. Het was heel slecht. Oké, Luc, je intimidatiepet mag af. Ja. Het is afgelopen. Zou die hebben geholpen, is de grote vraag. Denk het niet zoveel. Nee, misschien niet. Wat kunnen we concluderen vandaag? Ik denk dat we meerdere conclusies kunnen stellen. Ja. 1. Mannen zijn niet heel erg onder de indruk. Er zijn er 2 die wel onder de indruk waren. En dat kwam vooral omdat ik ze ook ging achtervolgen. Ja, ik denk dat de voorname conclusie is dat bij vrouwen daar gaat gelijk er dreiging vanuit als een man zoiets doet. Ja. Omdat vrouwen dat gewoon al hun hele leven meemaken. Ook omdat de man vaak natuurlijk sterker is. En die angst hebben mannen niet bij vrouwen. Dus ik denk dat de meeste mannen gewoon het grappig vinden, het ongemakkelijk vinden. Ja. Maar op het moment dat jij daadwerkelijk dus die dreiging uitoefent door er achteraan te lopen, waren er toch mannen die echt wel geïntimideerd waren. Ja. Kun je als vrouw mannen intimideren? Je kan mannen intimideren door achter ze aan te lopen. Ga maar niet doen. Doe maar niet. Nee. Het is niet nice. Voor niemand. Voor niemand is het leuk. Vond je nou een leuke video? Laat het even weten. Ben je nieuwsgierig naar iets? Laat het ook even weten in de comments. Geef een blauw duimpje omhoog. Abonneer, want nieuwe gasten, we gaan heel veel vette dingen maken. En Luc heeft geen grenzen, dus het mag zo gek mogelijk. Zeker waar. Hey, tot volgende week. Dankjewel. Tot volgende keer. Bye.